Tilburg woensdag 20 mei tegen 11:30 ochtends. In het centrum van de stad ligt de Hoogvinse straat. In een van de huizen aan die straat is op dat moment een 69-jarige vrouw alleen thuis. Haar 74-jarige man is even een boodschap doen. Als ze bijna klaar is met de afwas, gaat de bel. Op zich niks geks. Het is tenslotte midden op de dag. Maar als ze door het raam niemand ziet, vindt ze dat toch een beetje vreemd. Meteen gaat het fout. Waar is het geld? Waar is het geld? De vrouw probeert uit alle macht de overvallers te overtuigen. Ze heeft geen geld. Ik heb geen geld! Ik heb geen geld! Waar is het geld? 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 De daders zijn ervan overtuigd dat er geld moet zijn. Ze moet mee naar achteren. Waar is het geld? Ook al krijgt ze het pistool op haar hoofd gericht, de vrouw kan niks anders zeggen. Ze heeft niks. Waar is het geld? Waar is het geld? Midden in alle hectiek gaat ineens de voordeur open. Haar man komt thuis. Zijn we weer? Ineens is het stil. En ze ziet wat ze met haar man hebben gedaan. Dan ziet ze haar man bewusteloos en zwaar gewond op de grond liggen. Schatje! Schatje, word nou wakker! Help! Schatje, doe nou! Word nou wakker! Help! Oh, komt er nou iemand helpen? Verdomme! Een gebroken nekwervel, een gebroken neus en een gebroken jukbeen houdt hij eraan over. Hij was er zo erg aan toe dat hij 2 dagen in het ziekenhuis moest blijven. En de daders? 2 mannen. Mogelijk van Antilliaanse afkomst. De man met de pistool is 30 en heeft bij elkaar gebonden rastahaar in een haarzak. Hij droeg een sportieve, donkerkleurige outfit. De dader met de boodschappentas van Albert Heijn is iets kleiner, had blauwe kleding en waarschijnlijk een gouden voortand. Ze spraken allebei goed Nederlands zonder duidelijk accent. Voor de overval zijn er op verschillende tijdstippen in de Hoogvense straat en om de hoek in de Lansierstraat 2 donkere, mogelijk Antilliaanse mannen gezien. 1 met een gouden voortand en een Albert Heijntas. De ander in zijn sportieve kleding en bij elkaar gebonden rastahaar. En onderling spraken ze vermoedelijk Papiaments. En ze stapten in een kleine, donkere auto. Nou, dat ze met z'n tweeën waren, dat is wel zeker, maar we sluiten niet uit dat er 3 en mogelijk zelfs 4 daders bij deze overval zijn betrokken. Een belangrijke vraag is natuurlijk ook, waarom nou hier? Waarom werden deze mensen met zoveel geweld overvallen? Een buit was er niet. De daders vertrokken met lege handen. Een man van 74 en zijn vrouw van 69. Er was geen geld in huis. En tegen deze 2 overvallers hadden ze al helemaal geen schijn van kans. Was dit nou een fout? Want wat moet anders het motief zijn geweest voor deze overval? Wie kan daar iets meer over vertellen? De politie denkt dat de daders al zeker een paar uur voor de overval in de buurt hebben rondgehangen. Heeft u iets gezien in de ochtend van woensdag 20 mei in de buurt van de Hoogvinse straat in Tilburg? Zegt de kleine donkere auto u iets? En de belangrijkste vraag, wie heeft de vermoeden wie de daders kunnen zijn? De mannen van mogelijk Antilliaanse afkomst. Reageren kan via de tiplijn 0800 60 70. En ook zonder uw naam te zeggen kunt u iets doorgeven. Bel dan M op 0800 7000. En ook zitten er mensen van het team Nationale Criminele Inlichtingen klaar. Op 079 345 8999.